Hallo en welkom in een nieuwe video. Tijd om nog eens enkele taboes en heilige poortjes omver te duwen. Want in deze video wil ik je tonen hoe narcisme eigenlijk bekeken wordt vanuit een hoger bewustzijn. Want hoe dat je het ook draait en keert, een stempel blijft een stempel. En de enige reden waarom dat we stempels en labels gebruiken, is eigenlijk enkel en alleen om iets te gaan verduidelijken. Als het ware als een hulp om controle over iets te krijgen, om iets beter te gaan begrijpen. En dat is eigenlijk enkel en alleen maar voor jezelf. Want als je weet dat de andere een narcist is, wel, dan ligt het wellicht niet aan jou, maar ligt het aan die andere. En bovendien is het gemakkelijk om jezelf af te sluiten, te beschermen en zaken niet te moeten aankijken, omdat het niet aan jezelf ligt. De oorzaak bij hetgeen hij ervaarde, ligt bij de ander. En daar ligt al één misopvatting, één heilige poort die ik vandaag ga omverduwen. Want alles in je realiteit, maar echt alles, is een weerspiegeling van jouw innerlijke eigen balans, dus van je eigen innerlijke balans. En dat herkennen vraagt natuurlijk van jou om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Dus ook voor de zaken waar je niet zo trots over bent en liever in de doofpot zou willen stoppen. Alleen wil jij groeien als ziel, dan zal je ook moeten verantwoordelijkheid opnemen om die meester manifestator te worden dat je bent. En het is belangrijk om door die weerstand te gaan en te gaan kijken vanuit welke angst die weerstand gevoed blijft worden. Wat haal je nog uit? Wat is jouw voordeel er nog? Nu, wanneer je geconfronteerd wordt met narcisme of een andere persoonlijkheidsvorm zoals dat ze het in de psychologie noemen, dan verlaag je jezelf dan niet enkel in het aannemen van het label als waarheid. Maar daag jezelf uit om elk gedrag te bekijken vanuit een hoger bewustzijn. En dus vanuit de lessen die er ook zijn voor jouw ziel. Vanuit een hoger bewustzijn bekeken is narcisme niets meer en niets minder dan zielen die volledig afgesneden zijn van het licht en van liefde. En hierdoor nemen ze enkel hun eigen waarneming als waarheid aan. Dus van zodra dat iets niet klopt met de realiteit die ze zien, dan ontstaat er chaos en paniek, waardoor ze in overlevingsmodus gaan om zichzelf te gaan beschermen. Alleen op dat moment is er geen gevaar. Het enige gevaar dat er is, is hun eigen vervormde waarnemingen als gebrek van verbinding met de bron, als gebrek van verbinding met zichzelf, met liefde, met licht. Nu dat je dat weet, hoe ga je dan het beste mee om? Want zoals dat zoveel zeggen, narcisten zijn eigenlijk mensen of personen die veel manipuleren, die liegen en die ondermijnen. Nu, als je in contact komt met een persoon die narcistisch gedrag vertoont, en ook hier opnieuw de opmerking, want de ziel zelf is niet narcistisch, dan is het belangrijk om in eerste instantie jouw eigen aandeel te zien in het volledige verhaal. En ik weet dat is een tricky one. Wanneer het aankomt op de relatie met hen, is het heel belangrijk om hen te zien als de gekwetste ziel die ze zijn. En dat betekent dus dat je liefde geeft, maar tegelijkertijd heel gezonde grenzen stelt. En jezelf altijd op de eerste plek zet, is dus eigenlijk wat er nodig is. En is jouw les in deze relatie. En dat is wat personen met narcistisch gedrag jou spiegelen. Je merkt wellicht dat ik niet spreek over narcisten, maar over zielen personen met narcistisch gedrag. Want dit is enkel en alleen hun verdediging om niet te moeten voelen dat ze diep gekwetst zijn door het leven. En dat is natuurlijk hun stuk, hun nodige innerlijke werk. Het moeilijke bij deze situaties is dat deze zielen zich volledig hebben afgesloten. Alleen, wees je bewust dat niemand zo wordt geboren. Elke ziel is in wezen onschuldig. En als we de wereld willen veranderen, dan moeten we aanvaarden dat sommige zielen diep, diep, diep gekwetst zijn. En enkel liefde en compassie is de weg vooruit. En natuurlijk vergeving. Want als je begrijpt wat er echt aan de hand is, dan kan je de andere persoon vergeven voor het gedrag dat ze gesteld hebben. Net omdat je begrijpt dat het niet hun ware aard is, maar een manier dat ze zichzelf hebben aangeleerd om in eerste instantie zichzelf te beschermen en hiermee anderen op afstand te houden. En anderzijds is het een manier waarop dat zij hun wereld controleerbaar houden. Deze personen hebben niet geleerd om op een gezonde manier om te gaan met hun gevoeligheid en met hun spirituele gaven, waardoor ze zich volledig gedistanceerd hebben van hun ziel. En hierdoor zijn ze dus volledig weggezakt in die 3D-wereld. Ze zijn gaan geloven dat enkel materie en wat ze zien in de realiteit de enige waarheid is. En die wereld is voor hen voorspelbaar,
en dus controleerbaar. Dus opnieuw contact maken met de energie van liefde en licht is voor hen super, super lastig. Wat in het begin ervoor zorgt dat hun gedrag nog verergert, wanneer je hen liefde en compassie geeft. Maar dat is de schaduw waar dat ze doorheen moeten. En dat kan enkel en alleen als ze omringd worden door heel veel liefde en heel veel compassie. Blijf hen zien als de diepste gekwetste zielen die ze zijn. Ze zijn niet verloren, maar enkel de verbinding met zichzelf is volledig verbroken. En net door die verbinding energetisch te gaan herstellen, gebruik te maken van universele vlammen en hen nadien vanuit liefde te gaan leren en opnieuw bewust te maken van hun destructieve gedrag, kan elke ziel weer groeien in eenheid en onvoorwaardelijke liefde. En deze aanpak, dus het geven van liefde, het tonen van die eenheid en die compassie, is er trouwens niet enkel alleen voor narcistisch gedrag, maar voor elk gedrag die ontstaan is vanuit diepe wonden, als een manier om zichzelf te beschermen. En vaak is dat ook gedrag dat door de maatschappij als not done wordt omschreven. Maar ook hier, leven in een duale wereld vraagt net zielen aan elke kant van die dualiteit. Zwart en wit, boven en beneden, dat is de duale wereld. Dus dat betekent ook dat er zielen zijn die kiezen om lessen te leren via het licht en liefde. En ook zielen die lessen leren via de weg van het donkere. Ook dat maakt deel uit van het hogere geheel. Want hoe kan je als ziel ervaren hoe dat het is om een slachtoffer te zijn, als er niemand bereid is om de rol van dader op zich te nemen? En dit bewustzijn en hier niet blijven inhangen door enkel maar die gescheidenheid te zien, dat maakt van jou een ware meester. Dat is een teken van ware meesterschap. Altijd terugkomen naar die eenheid en beseffen dat elke ziel zuiver en puur is en dat we enkel maar alleen naar de aarde gekomen zijn om lessen te leren. Dus of het nu gaat om narcisme of welk gedrag dan ook, het blijft altijd dezelfde oefening. In elke ervaring, of het nu als slachtoffer of als dader is of wat dan ook, zitten hogere zielslessen. En pas wanneer dat je naar die situatie, naar dat probleem, naar dat obstakel kan gaan kijken vanuit een hoger bewustzijn en die emoties die eraan gekoppeld zijn los kan laten, dan kan je healen. En kan je het hogere eenheidsbewustzijn meer en meer gaan integreren en ook gaan vormgeven in je dagelijks leven. Je leven bekijken vanuit een hoger, neutraler punt. Vanuit een adelaarsview, vanuit de adelaar die een gans overzicht geeft. Dat is de manier waarop dat we een nieuwe wereld aan het vormgeven zijn. Dat is de manier waarop dat je eenheidsbewustzijn in het dagelijks leven gaat gaan neerzetten. Nu, moest je zelf merken dat je tegen een aantal zaken aanloopt, dat je verder wil werken aan jezelf, weet dan dat ik jou hierbij kan bijstaan. Er zijn verschillende manieren waarop dat we kunnen samenwerken. Dat is het groepstraject, individuele begeleiding, dus voor iedereen wat wils. Weet je niet goed waar aan te beginnen, stuur me een mailtje via de website en dan kijken we zeker op welke manier dat jij op dit moment verder geholpen kan worden. Want ik geloof en ik weet dat iedereen in staat is om opnieuw in zijn eigen kracht te stappen. Om opnieuw die verantwoordelijkheid te gaan nemen om zijn beste leven ooit te gaan vormgeven. Maar dat vraagt natuurlijk het innerlijke werk. En als je daarvoor klaar bent en daarvoor bereid bent om doorheen die schaduwen te gaan, en doorheen die trauma's en die wonden te gaan die jou nu nog tegenhouden om inderdaad die overvloed en die onvoorwaardelijke liefde en dat geluk te gaan letterlijk gaan ervaren, wel, dan ben ik jouw go-to. Want er is niets liever dat ik mee aan de slag ga dan uitdagingen waar de anderen geen weg meer inzien. Dus wil je samenwerken? Voel je me resoneren met mijn energie? Neem dan zeker contact op en dan kunnen we eens kijken of we inderdaad een match zijn, zodanig dat we van jouw leven ook het beste leven ooit kunnen gaan waarmaken, dat ik jou kan leren, of jou gaan tonen en gaan spiegelen waar dat jij jezelf nog klein houdt, op welke manier dat je mind je nog in de weg zit, welke emoties wat te betekenen, en zo verder en zo meer. Dus geef me een seintje, ik zie je dan terug in de volgende video. Daag!